Groot zijn de belangen bij deze wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht. Beide ploegen kunnen de punten keihard gebruiken. Wat gaat de keeper van Utrecht doen? Die gaat in de fout. Junior Fernandez. Schöne, een leeg doel en een doelpunt. Ai, 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 Roberto Fernandez. Wat doe je daar toch? Een vroege goal dus. En hij houdt de moed erin. Wat een zwak begin van hem. Hij die er vorige week bij zijn debuut tegen Heerenveen 4 onder oren kreeg. Ja, daar kun je niet op trainen. Vados. Voetbal maar door, zegt Fink. Kolwijk. Hier ligt wat ruimte bij George. George er nu toch langs. Ja, dat doet hij knap. Langs Zulo. Leroy George. Goeie actie en de goal. Hij maakt het helemaal zelf af. Leroy George zet NEC op 2-0. De ploeg die zo moeilijk scoorde de laatste weken. 13 minuten zijn er gespeeld en NEC staat al op 2-0. En vanuit een onmogelijke hoek vraag je je af, mag de bal er zo wel in bij die keeper? Bij Roberto Fernandez. Sneijder. Bovenberg. Wat een rommeltje is het nu. Moulenga. Nou, dat is in ieder geval iets. Leon de Kogel is in het elftal gekomen, de spits. Als vervanger van de geblesseerd geraakte Rodney Sneijder. Moulenga. Duplan komt vrij. Hier is Duplan. En daar is een fabelachtige redding van Gábor Babos. En invaller De Kogel. Hij staat pas 10 seconden in het veld. Krijgt hem er ook niet in. De Kogel. Assare. Duplan. De Kogel. Moulenga voor de goal. Kali. Combinatie met Duplan. Goeie voorzet. Daar is Moulenga. En daar is de tweede kans voor FC Utrecht. Voor het sluiten van de markt komt Utrecht toch dicht bij een doelpunt. Moulenga. Van der Velde vergeet de bal mee te nemen. Zulo. Moulenga. Rare bal op Bovenberg. Kan de bedoeling niet zijn geweest van Moulenga. Maar wel wat druk van FC Utrecht. Kali. Zulo. Van der Velde hapt en is daardoor gezien. En wat een kans voor Moulenga. De bal gaat maar net voorlangs via Jacob Moulenga. Maar eigenlijk moet hij erin. Oh, ruimte trouwens hier voor Vados. Durft hij te schieten? Nee, hij laat het aan Latuperissa. Latuperissa. En hier dan wel de goal. Nee, Vados niet. En nu dan Roberto Fernandez. Ja, nu wel dan. De redding van de keeper van FC Utrecht. Genoeg gegadigden voor het nemen van deze vrije trap. Het wordt Leroy George. Aardige trap. En oh! Dan zit het de keeper nu niet mee. Roberto Fernandez via de lat karamboleert die bal in het Utrechtse doel. 3-0. Bovenberg. Gaat aan alles en iedereen voorbij. Duplan verovert de bal. En dan wordt er vastgehouden. Komt er een strafschop voor Utrecht. Overtreding van Smofs. En scheidsrechter Pieter Vink kent geen twijfel. Utrecht krijgt een penalty. Achter de bal Jacob Moulenga. En Utrecht doet iets terug. 3-1. NEC krijgt de ruimte. Vados. Veel tijd nodig om wat te bedenken. Voor. Aardig voor dus. En Van der Velde. Na 6 nederlagen op een rij wint NEC weer eens. Het is de eerste overwinning sinds 27 augustus voor Alex Pastoor en zijn mannen. En voor FC Utrecht
is het alweer de derde nederlaag op een rij.